dingen die ik had willen weten als ik jong was. Waaronder dat ik ook behaafd was, maar ook dat het boek Covid bestond. Vandaag deel 3, de derde eigenschap. Wat is de derde eigenschap van Covid? Dat is belangrijke zaken eerst. Als je de vorige gevolgd hebt, de eerste was, je hebt het stuur in eigen handen, je kan zelf kiezen wat dat je doet en altijd beslissen wat dat je doet. De tweede eigenschap was, begin met het einde voor ogen. Hoe scherper dat je jouw doel kent, hoe scherper dat je geraakt in de dingen die jouw energie geven, die jouw passie zijn, waar dat je later verder mee aan de slag zou willen gaan. Dus hoe beter dat je gefocust bent, hoe gemakkelijker dat ook is als hoogbehaafde. Kom je dan bij het derde, belangrijke zaken eerst. En wat is dat? Dat is eigenlijk dat je je tijd ook zo indeelt dat je vooral met de juiste dingen bezig bent. En wat zegt Covid daarover? Hij zegt eigenlijk in essentie dat je vooral moet bezig zijn met dingen die superbelangrijk zijn, maar niet dringend. En wat is er dan superbelangrijk en niet dringend? Vele hoogbehaafden, ik denk trouwens veel jongeren, maar hoogbehaafden zijn er een kern, hebben de afschuwelijke neiging om uit te stellen. Tot het laatste moment, het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. En dan net voordat het zou moeten ingediend worden, even goed gas geven en we halen het wel. Dat gaat misschien voor een toets, een examen, een werkdag moet afwerken. Maar als je echt bezig bent met dromen, grote dromen, ja, je studeert niet voor dokter in één dag. Je speelt geen gitaar met één keer te tokkelen op dat ding. Nee, dan moet je echt investeren en voor langere tijd blokken reserveren om daarmee bezig te zijn. En dat zijn eigenlijk belangrijke dingen die niet dringend zijn, maar wel noodzakelijk. Want als je op lange termijn bepaalde doelen hebt, moet je daar tijd voor reserveren. En hij gebruikt dus een matrix daarvoor, hè. Belangrijk en dringend, dat wil zeggen, een toets die je moest voorbereiden en een avond ervoor, of zelfs de ochtend zelf doet, maar ja, die natuurlijk je toekomst in gevaar brengen om af te studeren en mogelijk de richting te volgen om jouw droomjob te kunnen doen. Dan heb je belangrijk, niet dringend. He, dat is die investering, wekelijks tijd pakken voor dat gitaar te oefenen. En dan de onderste, niet belangrijk, dringend. Ja, dat zijn andere mensen die aan je mouw hangen voor een dringend probleem op te lossen, die eigenlijk niet jouw droom is. En niet belangrijk, niet dringend. Ja, dat is als je aan je derde reeks Netflix binge-watchen zit, dan zijn er misschien iets te veel tv aan het kijken in verhouding tot de doelen die je moet bereiken. Dus ik zou zeggen, voor de derde eigenschap is eigenlijk een heel eenvoudige. Je moet zeker ook ontspannen, hè. Versta mij niet verkeerd. Dus daar Netflix-serie kijken, super belangrijk, super goed. Ook in context dat je daar wel met vrienden over wil babbelen. Maar denk na hoeveel tijd dat je daarin steekt. Als die tijd goed meevalt, dan is dat eigenlijk ontspanning. En dat is dat belangrijk, niet dringend. Je moet ook ontspannen. Maar reserveer ook tijd om bijvoorbeeld wekelijks je instrument te oefenen. Of ja, zelfs meer dan wekelijks, dagelijks een half uurtje te oefenen. Omdat dan misschien een droom is dat je daar later wel een keer mee op een podium wilt staan. En misschien je eigen muziek zelf maken. Want ja, veel hoogbehaafden zijn ook wel best creatieve zielen. Is het nu in muziek, is het in tekst, is het in wetenschap, is het in computer? Maar ze hebben toch wel één of meerdere passies waar ze in gaan uitblinken als ze er tijd in investeren. Dus onderschat niet wat er in dat kopje zit aan mogelijkheden. En het is kwestie van die dingen te vinden die je ook nog leuk vindt. En daar structureel de derde eigenschap van Covid toe te passen. En je gaat zien, dat doet wonderen op het vlak van plezier dat je gaat hebben om dan geleidelijk aan daar beter en beter in te worden. Dus bij deze, dat is ook weer iets dat ik graag had willen weten als ik nog jong was.